De actiefilm 600 Grand houdt de gemoederen flink bezig. Eerst werden er knoeperts van fouten in de film ontdekt, en nu zijn Spice Girls fans ook nog boos op Ryan Reynolds. De heftige actiecomedie 600 Grand trakteert je op de ene vecht-slash-schietpartij, achtervolging en botsing na de andere. Tijdens een achtervolgingsscène speelt de autoradio Wannabe van de Spice Girls, waarna Van Reynolds het apparaat woedend uit het raam klettert. Het is een aardige grap, maar online zijn Spice Girls fans niet te spreken over de actie. Ze vragen hem waarom hij toch een hekel heeft aan de Britse popgroep. Opmerkelijk, want als acteur doet Reynolds natuurlijk ook maar wat er in het script staat. Toch speelt hij het spelletje gewoon mee, zoals we van Meter gewend zijn. Volgens de acteur wist hij helemaal niet dat Wannabe in de scène gebruikt werd. Het lied is in de nabewerking toegevoegd. Ik zou de Spice Girls nooit onderbreken. Nooit. En al helemaal niet tijdens een achtervolging, dan heb ik ze juist het meeste nodig. De scène begint zo langzamerhand een soort running gag te worden. Een paar dagen geleden werd Reynolds geïnterviewd door Yas TV en kwam de kwestie ook al bovendrijven. De acteur zei toen specifiek aan regisseur Michael Bay gevraagd te hebben om niet de Spice Girls te gebruiken. Iedereen in ons huis is enorm fan van de Spice Girls. Als mijn vrouw denkt dat ik deze grap bedacht heb, dan ben ik er geweest. Reynolds heeft een zwarte band sociale media en weet altijd slim in te spelen op dit soort incidentjes. Naast de briljante marketing voor Deadpool, won hij de laatste tijd al een paar keer het internet. Nu de vermakelijke actiefilm 600 Grand op Netflix staat, is er al het een en ander om te doen. Kijkers hebben al wat grappige fouten in de hysterische regie van Michael Bay ontdekt. Ryan Reynolds zien we komende zomer weer terug in Free Guy. In deze film speelt hij een computerpersonage dat ontdekt dat hij onderdeel uitmaakt van een game. Klinkt vaag, maar hij blijkt al snel een gevaarlijke digitale actieheld.